Goedenavond, dit is 3G Actueel met vanavond de volgende onderwerpen. Homofoob geweld kan eindelijk goed in kaart worden gebracht. De EK-acties in de supermarkten. En de Alpe d'Huez gaat vandaag van start. Het is vandaag 8 juni en mijn naam is Nanne Meijer. En ik ben Simone Hulst en wij brengen u vandaag het nieuws dat het meest bekeken is op de NOS-app. Hoewel de voorbereidingen niet erg soepel verlopen, geeft Facebook de strijd nog niet op en staat de lancering voor haar eigen mobiele telefoon gepland in 2013. Het uitbrengen van een eigen telefoon zou belangrijk zijn voor Facebookbaas Mark Zuckerberg. Hij zou volgens de New York Times bang zijn slechts een app te blijven op de telefoons van anderen. De Zakenkrant beroept zich daarbij op bronnen binnen het bedrijf, waar inmiddels ook oud-medewerkers van Apple werkzaam zijn. Singapore Airlines heeft een nieuwe budget luchtvaartmaatschappij. Goed woord voor Galgje, Scoot. Scoot moet marktaandeel verwerven in de druk bezette markt van goedkope airlines. Uniek van Scoot is dat ze bij één toestel alle in-flight entertainment apparatuur vervangen hebben door iPads. Hierdoor is het toestel 2 ton lichter en kan het aantal stoelen worden uitgebreid. De overstap op iPads levert de maatschappij dus een besparing op in zowel gewicht als brandstof. En op de tablet staat 50 gigabyte aan film, muziek, games en tv-series. Nu, wat gebeurt er in Nederland? Wij brengen in kaart bij ZEP de dag wat jullie allemaal online hebben gezet. Hi Cooper! Hi Cooper! Hi Cooper! Er is vandaag een opmerkelijke applicatie gelanceerd uit een opmerkelijke hoek. Toch, Simone? Ja, dat klopt, Nanne. Deze Belgische applicatie die is vandaag gelanceerd in Nederland voor je smartphone. Die brengt eigenlijk voor het eerst in kaart waar en wanneer er homofoob geweld plaatsvindt. Ja, klopt. En sinds de lancering een maand geleden in België zijn er al 156 incidenten gemeld van fysiek en mentaal homofoob geweld. Dat, ja, dat is echt ongelooflijk. Heftig. En die applicatie die werd vandaag gelanceerd en wij waren erbij. We gaan samen nu deze app openen. Waarvoor graag uw hartelijke applaus. Als de tolerantie van homoseksuelen, lesbiennes, transgenders, maakt niet uit, als die acceptatie 100% is. Dat zal nog lang duren, maar we moeten op dat vlak zeer ambitieus zijn. En zo'n app helpt daarbij. En zodra die kan worden opgeheven, dan hangen we de vlag uit. Ik moet je heel eerlijk zeggen, toen alle berichten over homogeweld naar buiten kwamen, dacht ik, gebeurt dat nou echt? Ik heb er nog nooit mee te maken gehad, maar iedere keer wanneer ik een interview deed, vroeg ik aan mensen, hebben jullie wel eens wat meegemaakt? En dat was beangstigend, want er zijn veel meer mensen die daar last van hebben dan ik ooit gedacht zou hebben. En dat toont mij aan dat er echt iets aan de hand is. Gaat als burger naar de politie toe, je hebt een agent die iets opschrijft, je komt weer naar buiten en je denkt, ik heb een aangifte gedaan. Wel, nee, het is in de meeste gevallen alleen maar een melding en dus komt het in de cijfers niet voor. Hier komt het in de cijfers wel voor en misschien dat we daar allemaal wat van kunnen leren. Maar is aangifte doen bij de politie niet genoeg dan? Nou, het schijnt dat er nogal veel fouten bij gebeuren. Dus het is ook goed dat wij zelf de politie een beetje achter een hol aan gaan zitten. In figuurlijke zin natuurlijk. Hoewel. Maar even kijken, we hadden het al. Over de app. Oh ja, over de app. Maar dat aan de andere kant ook een soort alertheid, weet je, bij onszelf is en bij politici en bij de politie, de officier van justitie en zo.
Want zoals ik het sprak gisteren met Henk Kroon, die zei ja, we hebben eigenlijk helemaal niet zoveel inzicht ook over hoeveel incidenten er eigenlijk nou werkelijk om gaat. Of het echt een groeiend probleem is, of dat wij homoseksuelen misschien veel mondiger zijn geworden. Dat merk je natuurlijk best wel, dat wij ook best sinds een paar jaar weer zeggen van nee, weet je wel, ze mogen trouwen, mogen ook overal hand in hand lopen, mogen ook zoenen met degene waar we gek op zijn. En dat roept misschien wat meer weerstand op, maar aan de andere kant ook misschien wat alerter zijn als iemand ons uitscheldt, dat we dan zeggen, dat pik ik niet meer. Mensen die anti-homoseksueel geweld toepassen, hebben iets met zichzelf. En dat zouden we op scholen moeten vertellen, moeten uitdragen. Jongens, wil jij een homo in elkaar slaan? Waarom eigenlijk? Wat is er met jou aan de hand? Anders doe je dat niet. Als we die boodschap nu eens uitdragen, dan is die app over een paar jaar niet meer nodig. De Oranje spelers mogen er tijdens het EK lustig op los twitteren. Bondscoach Bert van Marwijk heeft in tegenstelling tot 2 jaar terug tijdens het WK de spelers van het Nederlands elftal geen twitterverbod opgelegd. Om ongewenste uitspattingen te voorkomen heeft de bondscoach het team wel verzocht voorzichtig met Twitter om te gaan. Nou Nanne, ook vandaag weer hebben we heel veel vragen binnengekregen via het internet, via Durf de Vraag. Onder andere ook van Lindsay. Mm-hmm. En ze vraagt zich af waarom er in hemelsnaam zo ontzettend veel marketingactie rondom het EK worden gehouden. Oké. Nou, daar zal je vast iemand voor hebben uitgenodigd die daar heel goed antwoord op kan geven. Ik heb even zitten spitten in mijn netwerk en toen ben ik uitgekomen op Ruben Spierik. En hij is sportmarketeer bij de Vriendloterij. Welkom. Dankjewel, dat klopt inderdaad. Dus dan weet je absoluut het antwoord op de vraag waarom in hemelsnaam zoveel marketingprojecten rondom het EK. Ja, absoluut. Er is eigenlijk maar 1 reden waarom bedrijven dat doen, tenminste primair, en dat is gewoon omzetstijging. Als je kijkt naar supermarkten, dan betekent een EK of een WK gewoon 50 miljoen extra omzet in een maand, anderhalve maand. Dat is een hoop. Absoluut. Dus dat is eigenlijk gewoon de primaire reden. En wat supermarkten ook veel aandragen, is dat ze gewoon betrokken willen zijn bij hun klant, willen weten wat er onder hun klanten speelt. Dus als ze niet meedoen met het EK, denkt de klant alweer sneller van goh, die zijn, gaan niet mee in de tijd, weten niet wat er onder mij speelt, ik ga naar een andere supermarkt. Wat interessant. Je hebt nu 2 supermarkten met 2 supermarktpromoties. Dus je hebt C1000 en je hebt Albert Heijn. Welke actie is jouw lievelings? Nou, ik vind voor beide acties valt wat te zeggen. Ja. C1000 wordt wel getipt als grote winnaar van alle EK-acties die er zijn. Dat komt natuurlijk doordat zij al die spelers in hun commercial hebben. Ja. En ook op hun gadgets, op hun geluksvogeltjes, de hoofden van de spelers hebben. Ja, precies. Dat is wel aangetoond dat dat veel meer impact heeft, omdat de betrokkenheid en herkenbaarheid van de fan veel groter is. Ja. Maar Albert Heijn doet het wel op een hele andere manier. Minder een spaarmechanisme, maar veel meer op Facebook, social media en de mannen tegen de vrouwen. Dat is toch altijd een eeuwig duel, dus zij haken op die manier in. Ja. Ja, en je had het net over de spelers die in die actie. Vind je dat nou leuk om te doen? Hebben ze er überhaupt tijd voor? Ja, ze hebben daar ongetwijfeld wel tijd voor, maar ze vinden het inderdaad leuk. En waarom vinden ze het leuk? Omdat ze het met z'n allen kunnen doen. Het is weer niet één speler die iets aantoont, maar gewoon met z'n allen in een clip spelen en leuk bezig zijn. Dus lekker nummer ook. Precies. Hey, en over de Bavaria-jurkjes. We kennen natuurlijk het drama dat die meiden opgesloten hebben gezeten in mijn hemel. Ja. Hoe is dat dit jaar? Is het weer? Ja, ze hebben een nieuwe variant, de Feedress, op de markt gebracht. Ja. En het leuke is dat het gewoon heel erg aanslaat. In 2010 vond 1 op 3 mannen al dat hun vrouw of vriendin er leuker, aantrekkelijker uitzag in die Feedress. Nou, point taken. Ik snap het zeker. Het zal jou goed staan. En voor de komende speelrondes liggen ze gewoon betaald in de schappen. Dus 1 op de 3 mannen is gewoon bereid om een jurkje te kopen, omdat hun vrouw of vriendin er dan nog aantrekkelijker uitzag. Nou, heel al met al succesvol als je dus wat met het EK gaat doen. Ja, gemiste kans als je het niet doet. Zeker. Precies. Nou, Ruben, heel erg bedankt. Dankjewel. Ons laatste item van vandaag is trending, Simone. Ja. Nou Nanne, de trending topic van vandaag is Alp. Mm. Dit houdt in, ja, het is een beetje raar, maar het Alp du 6. Ja, je hoort het goed, het is niet Alp du S, zoals de berg, maar daar heeft het wel mee te maken. Deze berg moet in 1 dag 6 keer beklommen worden. En dit doen ze om zo geld bijeen te fietsen om bij te dragen aan een strijd tegen kanker. En dan heb ik een paar leuke tweets van wat BN'ers opgezocht. Oh. Okay. Zal ik ze er even bij halen? Ja. Kijk, beginnen we met de zanger Bertolf. En die is heel erg trots op zijn neefje, want die doet het alweer voor de 4de keer. Dus chapeau zou je maar zeggen. De zwemster Ranomi, en die zegt tegen iedereen ontzettend veel succes. En opgeven is geen optie. En dan hebben we de trotse Henk-Jan Smits. Kom maar. En die zegt dat 2 vrienden van hem al 6.000 euro hebben opgehaald. Dus dat is wel een behoorlijk bedrag, inderdaad. Mm-hmm.
En dit is mijn favorite. Onze Winston. In zijn apenpakkie. Sexy. Heel sexy. Ja. Dus hij zegt, nou, we gaan ervoor. En hij laat ons ook nog even weten, in zijn outfitje, dat hij het toch eventjes voor elkaar heeft gekregen. Oh, he did it. Oké, okay. Yeah. Nou, het zit erop. Tot zover dus 3G actueel van vandaag. Morgen zijn we er weer. Maar ondertussen kunt u op de hoogte blijven door de NOS-app en de NOS op 3 uitzendingen op radio en tv. Deze uitzending wordt nu herhaald op Journaal 24. Graag tot morgen en nog een hele, hele prettige. Tot morgen. Tot morgen.